De spelers komen naar buiten voor Feyenoord-Ajax. Het enige voetbalduel dat in Nederland te boek staat als de klassieker. Een wedstrijd met een lange geschiedenis en een grote uitstraling. Zoals Real tegen Barcelona, Celtic tegen de Rangers. Feyenoord-Ajax is als een blinkende oldtimer. Als de Ronde van Vlaanderen, als de Elfstedentocht. En het mooie van deze klassieker is, it keeps on. En wel nu voor de competitie over een aantal weken. De reprise in het bekertoernooi als halve finale. Afgeladen volle Kuip. Voor altijd een wedstrijd vol verwachting, vol hoop. Veelvuldig toch, zeker de laatste jaren uitmondend in een behoorlijke deceptie. Want het is al van 2012 geleden dat Feyenoord dus een wedstrijd in de competitie van Ajax wist te winnen. Met onder in beeld, u ziet het, de opstelling Botteguin centraal achterin met Van Beek. Dat is verrassend. Toornstra op het middenveld. Van Persie in de spits tussen Larsson en Berghuis. En dat betekent dus geen plaats voor Nicolai Jurgensen in de basiself. En ook Van der Heijden naar de bank om ruimte te maken, dus voor Botteguin. De Ligt aan het begin van een glorieuze carrière. Centraal achterin, waar Onana weer de keeper is. Magajan naast De Ligt, blind linksback, Mazraoui rechtsback. Op het middenveld Tjeune, Van de Beek en De Jong. En voorin Dolberg in plaats van Huntelaar in de spits, Ziyech en Tadic. Vanaf de zijkant. Bouw richting Dolberg, weggekopt Botteguin. Van de Beek. Dolberg voor het schot. Er is ruimte voor. Het schot is daar en de redding van Vermeer. Dit is Dolberg. Nu uitkijken voor Feyenoord tegenover Van Beek. Overtreding van Botteguin. Hij heeft een reputatie. Hij heeft de kunde. Hij heeft de klasse. En hij heeft de goal ook. Lasse Schöne, 8e minuut. En hij, wederom, die met een vrije trap voor de treffer van Ajax zorgt. Vroeg in de wedstrijd. Is dat voor Feyenoord te vroeg in de wedstrijd? Zo'n dreun. Filena. Van Beek door het midden. Oh, joi, Dolberg. Als dit hem wordt, wat een fout van Van Beek. En dan sta je bijna na 8,5 minuut met 2-0 achter. De Jong. Ziyech legt neer. Mazraoui. Van Beek terug weer. Mazraoui. Toornstra mispeer, eerste klas. En dan is het Botteguin die een volgende treffer van Ajax wellicht in de weg staat. Want Ziyech had bijvoorbeeld Tadic en Van de Beek voor het uitkiezen. En daar wordt de bal weggekopt door Verdonk. Botteguin. Berghuis. Goeie bal van Persie. Toornstra mee. Lukt niet, maar er is altijd nog een mogelijkheid om Berghuis terug aan te spelen. En dan Toornstra, die bal van per ongeluk voor hem en hij maakt 1-1. En dan is het niet, zeker niet de meest soepel lopende aanval van Feyenoord ever. Maar dan valt hij precies goed. En dan schudt de Kuip ouderwets op de oude grondvesten. En dan heeft Onana nog weinig Feyenoorders voor zich gezien. Maar hier is hij al geklopt. Goed werk van Klaasie en vervolgens van Larsson.
Van Persie. Kan hij hem in één keer naar Berghuis? Nee, dat lukt hem niet. Van Persie terug. Toornstra. En daar helemaal vrij. Dit moet hem zijn voor Berghuis. En het is hem ook. En zo buigt Feyenoord de vroeg opgelopen achterstand om in een 2-1 voorsprong. En dan kun je dat nauwelijks voortlopende aanvallen noemen. Maar het is wel uiteindelijk dat wat je nastreeft als je in aanval gaat. Het maken van een goal. De Jong. Weggezier. Verdonk gezien. Nu Van Beek is de eerste verdediger die tegenkomt uit de draag geschoten. Deze nog een keer. En het staat er weer gelijk. Het is 2-2. Zie je. Als het in dit tempo doorgaat. En zo staat het verdedigend. Daardoor aan beide kanten af en toe niet helemaal geweldig. Van Persie. Toornstra, Berghuis. Berghuis. Steek op Larsson. Larsson uit de rug van Masraoui. Die is zich laten verrassen, zeg. Oi, oi, oi. Wat een kans, Larsson. Maar wat laat Masraoui zich dollen. Die wordt helemaal uit de rug weggelopen door Larsson. Weet niet meer waar hij het halen moet, Masraoui. Van de Beek. Tadic op de borst van Wottigin. Tadic weet blind vlakbij hem. Het laatste Sint-Juste, dus mag Ajax gooien. Heeft het gedaan richting Van de Beek. Van de Beek nu voorleggen en de kans is voor Ziyech. Van Beek wint van Dolberg. Van Persie blijft daar weg, dat is slim. Die was anders buitenspel geweest, dat is hij nu niet. En Feyenoord weer aan de leiding door Van Persie. En zo heeft hij eindelijk zijn goal tegen Ajax in de Kuip te pakken. Want dat was hem in zijn hele carrière nog niet gelukt. Van Persie. Ruimte bij Larsson aan de linkerkant. Ja, die wordt weggestoken. Toornstra is erbij. Larsson. Krijgt hem niet bij Toornstra. Ook Berghuis was erbij gekomen. Ook die werd niet bereikt. De felle Toornstra zorgt ervoor dat Vilena balbezit heeft. Hard voor. Oeh, Larsson, wat een kans. En Berghuis. En dan was het buitenspel voor Larsson trouwens. Uiteindelijk. En je ziet Van Persie genieten. Die vindt dit lekker, die vindt dit mooi. Er gebeurt veel. Er is enorm veel emotie. En hij is de man van, kijk, kijk, kijk. Weet ook wel, als een ware dirigent nog het legioen te bewegen, toch? Tot nog meer herrie. Vilena doet mee aan de linkerkant. Dat doet Verdonk ook. Verdonk, goede bal op Vilena. En die jaagt hem naast. Van Persie gaat diep. Berghuis. Lekker neergelegd. Van Persie, goal. Oh, oh, oh. Ja, wat een schitterende bal van Berghuis. En wat geweldig afgemaakt door Van Persie. Zijn tweede in deze wedstrijd. Na een schitterende bal van Berghuis vanaf de rechterkant. Deze bal tussen de beide centrale verdedigers maakt Van Persie zich vrij. En maakt het af. De eerste wissel is aanstaande bij Ajax. Sinkgraven gaat zo komen.
Bottegien door de benen van Tadic. Blind, feller naar de bal dan Sint-Juste. Ziyech, Van Beek, maar daar is Vermeer. Er gaat een streep door, rug nummer 6, dat is Donny van de Beek. Die bouwt daarvan, ja, goed. Neres voor Van de Beek. Een aanvaller voor een middenvelder, en ook Magajan is eraf. En Van de Beek snapt er helemaal geen ene bliksem van. Schöne. Sint-Juste. Filena. De Ligt naar Ziyech. De felheid van Klaasie. En meteen bovenop. Toornstra, Larsson. Ajax gaat natuurlijk ook risico's nemen. Berghuis is weg bij Sinkgraven. Berghuis met rechts. En dan schuift hem net naast het doel. Blind. Ziyech. Van grote afstand. Ziyech. Van grote afstand op de paal. In zijn laatste Eredivisie-klassieker heeft hij er 2 gemaakt. Waar iedereen staat, iedereen dat applaus heeft. Voor een van de mooiste voetballers die op de Nederlandse velden heeft gelopen de afgelopen jaren. Larsson. Filena. Daar opgevangen door een mannetje of 2-3. Haps. Om aan te geven dat hij nergens meer last van heeft. En zeker niet in zijn hoofd. En weer aan die rechterkant de mogelijkheid. Toornstra. Toornstra, Jurgensen, daar. Filena. 5-2. Natuurlijk gaat Ajax risico's nemen. Omdat er iets gerepareerd dient te worden. Maar wat maakt Feyenoord daar geweldig gebruik van? En maakt Filena er 5-2 van voor Feyenoord. Parijs is nog ver, ik weet het ook wel. Maar het verschil tussen PSV en Ajax op de ranglijst is na vandaag 5 punten. Ayoub, balbezit. Jurgensen, die zou zo graag willen. Die zou zo ongelooflijk graag willen. Ayoub. En Ayoub scoort. Ja, komt net in de ploeg. 6-2. En zo wordt het toch een ongekend groot pakslag wat Ajax krijgt van Feyenoord. De inkt is amper droog van de notitie. Ayoub komt voor Berghuis. Als de naam Ayoub nog een keer kan worden opgeschreven. Namelijk als doelpunt te maken. En Van Bronckhorst is zijn laatste Eredivisie-klassieker, wat voor Van Persie ook geldt, kan terugkijken op cijfers die onwaarschijnlijk zijn, ongekend zijn. 6-2, waar Feyenoord met veel klassiekers toch met een bepaald verwachtingspatroon aan zo'n wedstrijd begon. Maar wat kwamen ze vaak van een koude, kletsnatte kermis thuis. En die koude, kletsnatte kermis is met name nu voor Ajax.